Niet veel mensen weten dat het edelhert elk jaar aan het eind van de winter zijn gewei verliest. Het weefsel dat de stangen van het gewei vasthoudt, wordt week en één voor één vallen de stangen eraf. Een hert zonder gewei is dan opeens de plek in de rangorde kwijt. En als er dan toch gevochten moet worden, gebeurt dat staand op de achterlopers. Het gewei is nu te kwetsbaar om te gebruiken. Eén verkeerde beweging en hop, zo ben je opeens kaal. En dat is een vreemd gevoel, zo opeens. Zo'n gewei kan wel 10 kilo wegen en dat is nogal een verschil. En zonder zo'n gewei op je kop heb je niets meer in te brengen. Gelukkig groeit het gewei al snel weer aan. Eerst twee kleine knobbels en dan de eerste ende. Al gauw lijkt het weer op een gewei en in juni is het helemaal volgroeid. De huid die het gewei in staat stelde te groeien is overbodig geworden en sterft af. Stukje bij beetje laat de huid los en door het gewei te vegen aan de takken en bomen wordt het gewei vrijgemaakt van de vellen. In augustus is het gewei dan helemaal klaar voor de strijd voor de komende bronsttijd.